Het festival gaat eigenlijk niet per se bewegend als een soort parade. Maar alle locaties waar het plaats gaat vinden is niet in een schouwburg en niet in een vast theater. Zo zitten we bijvoorbeeld in het Kooi Park. Dus dan kan tegelijkertijd iemand zijn hond aan het uitlaten zijn en tegelijkertijd iemand een voorstelling aan het kijken zijn of aan het beleven. Mm-hmm. Dat vertelde ik net al even. Het heet het Festival van het Andere Theater en dat betekent eigenlijk bijna geen enkele voorstelling is heel standaard. Dus publiek en kijken naar een schouwspel. Bij alles moet je eigenlijk zelf ook meedoen. Oké. Okay. Hoe ziet dat eruit, het zelf meedoen? Iedereen kan gewoon aanlopen, neem ik aan? Nou, de tickets moet je helaas wel van tevoren kopen. Ja, okay. Dat is gewoon ook vanwege de maatregelen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, ik vertelde net al even aan jullie. Er is een voorstelling en die heet You and Me Anytime Anywhere. Van Judith Kleisters. En zij heeft iets bedacht. Zij is choreografe en zij heeft een voorstelling bedacht die je zelf kan doen. Dus je verzamelt gewoon met 4 mensen. Of je koopt een ticket in dit geval. Wij zorgen ervoor dat er plek is. Dat alles er is wat je nodig hebt. Je zet een koptelefoon op. En je krijgt eigenlijk instructies om iets te gaan doen. En in eerste instantie lijkt dat heel spannend. Maar sommige opdrachten zijn gewoon pak een pen of loop naar links. Mm-hmm. En dan tegelijkertijd is een van de andere mensen die krijgt een heel verhaal mee. Ja. En je bent dus eigenlijk dan als toeschouwer ook een beetje het spel zelf. Mm-hmm. Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Zijn er nog meer dat soort vernieuwende ideeën om het mee aan de man te brengen voor het geheel? Ja, er is ook een economic card reader of tarot card reader. Okay. Een Amerikaanse jongen, hij heet Noah Fulker. En hij heeft eigenlijk van het standaard tarotkaart lezen een hele performance gemaakt. Dus je schuift bij hem aan en je zegt niet, ga ik mijn grote liefde binnenkort ontmoeten? Maar je stelt hem een vraag over de economie. Of je deelt je zorgen over je eigen portemonnee. En dan volgen er allemaal vragen en voorbeelden en mooie teksten en monologen. Dus dat is eigenlijk ook een mini voorstelling die 1 acteur heeft en 1 toeschouwer. En je bepaalt dan zelf ongeveer de lijn van hoe het verloopt? Ja, jij stelt je vraag. Oké, mm-hmm. Interessant. Wat is het doel precies van het theater? Want daar vertelde je kort ook al wat over. Dat is niet hetzelfde als bij andere theaterfestivalen, kan ik me voorstellen. Ja, we zijn eigenlijk begonnen vanuit de vragen stellen van wat is theater? En daarvoor willen we niet alleen bezig zijn met acteurs die al jarenlang in het vak zitten. Maar willen we ook de bewoners van Leiden vragen, wat denken jullie dat theater is? Of wat is kunst? Of hou je van kunst? Of eigenlijk gewoon, wat is jouw relatie daarmee? Dus mijn titel is kwartiermaker. Dat betekent eigenlijk heel simpel. Dat je soort van, in het leger betekent het, dat je soort vooruit loopt op de troepen. Dat je kijkt hoe het veld gaat verkennen. Ja. En dan denkt, hey, jongens, kom een beetje deze kant op. We gaan dit verder doen. Dus ik ben sinds 1 februari thee gaan drinken, rondjes gaan lopen, gaan skateboarden en gaan skileren. Nou, had bijna gekund. Mm-hmm. Door de buitenwijken van Leiden. Om mensen te ontmoeten en te vragen naar wat voor hen kunst is. En dat is eigenlijk het startpunt geweest. Wat heb je gehoord allemaal voor antwoorden daarop, op die vragen? Ik heb heel veel gehoord. In de Kooi was er iemand en die zei tegen mij dat wat voor haar het meeste een soort gezamenlijk gevoel gaf, wat ook heel erg bij theater hoort, is de bingo. Die doen zij eens in de zoveel tijd. En ze vertelden er echt zo vol gevoel over. Ja. Dus dat was niet per se van, oh, dat is dan theater. Maar wel, dat geeft eigenlijk het gevoel wat theater mij misschien wel geeft. Ja, oké. Okay. Ja. Als vergelijking, zeg maar. Ja, precies. Maar ook wel, dat heeft mij weer aangezet van, ah ja, misschien moet er dan in deze wijk dingen komen die mensen bij elkaar brengen, bijvoorbeeld. En zo hebben we een maker die heet Floor van Leeuwen. En ze heeft een werk bedacht. En dat heet A Swarm Rehearsal. En ze heeft eigenlijk gekeken naar de vogels in de lucht. Die zwermen op een bepaalde manier, samen. En ze heeft daar een voorstelling bedacht, of eigenlijk weer iets waar je aan mee kan doen, wat dus zwermen op de grond is. En zo heb ik dus als maker meer bedacht, oh, dan is dit een mooie voorstelling voor deze wijk. Okay. Want die hebben eigenlijk wel behoefte aan iets met z'n allen te doen.
En wat ik net vertelde van die koptelefoons en die stoelen, die heb ik lekker ergens anders neergezet. Het is allemaal op elkaar aangepast. Mm-hmm. Ja, het is helemaal afgestemd op het publiek, op de wijk, op de verhalen uit de buurt. Ja, wat ik al zei, ik ben echt heel veel gaan theedrinken met iedereen. Dus ik weet ook over de ruzies. Oké. Dus geen conflict theaterstukken in sommige... Nee, er zijn geen conflict theaterstukken. Oké. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Het is al gauw. Het is op 26 en 27 juni. Oké. En waar kunnen mensen kaartjes kopen? Die kunnen ze kopen op www.vatleiden.nl. En VAT schrijf je met F-A-T.